Wethouder Hans Verrijken heeft al heel wat af mogen puzzelen voor het centrumplan Schaik. Hij is daarom blij dat er af en toe ook van buitenaf plannen komen die mooi aansluiten op de ideeën die hij voor het centrum van het dorp ontwikkeld heeft. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de plannen voor de wederopbouw en uitbreiding van Snuffenshoe in Schaik. Marleen Aerts. Van de winkel Snuff Shoe in Schaik. Snuff Shoe is eigenlijk een uh, begrip intussen in Schaik. Kun je nog stellen, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, die naam komt eigenlijk van heel lang geleden, omdat uh, Erwin is begonnen samen met zijn zus met een cadeauzaak. Erwin is jouw man. Erwin is mijn man. En de cadeauzaak heet het Snuffeltje. En daar zat toen op een andere locatie. En naast het snuffeltje zat een schoenenzaak en die ging eigenlijk weg uit Schaik. En die adviseerde ons toen van, god als je slim bent, ga je in Schaik beginnen met modische dames- en herenschoenen. En zo is eigenlijk toen ons plan ontstaan, 22 jaar geleden, toen kwam het pand van de gebroeders van Boekel te koop. En hebben Erwin en ik samen de stoute schoenen aangetrokken. En um, hebben wij dat pand toen kunnen kopen. En dat pand leende zich ook enorm om in tweeën te splitsen. Er was wel één ingang, maar um, ja, het was vrij snel. Kon je ook al mm -hmm. zien aan de ene kant uh, cadeau interieur en aan de andere kant uh, schoenen. Mm -hmm. En uh, nou, wij zijn echt uit het niets begonnen, want we wisten net hoe een schoen gemaakt werd. Maar door veel te vragen en uh, ja, zo zijn wij eigenlijk met z'n tweeën de, de winkel toenertijd mm -hmm. begonnen. En was nog wel een stuk kleiner dan dat het uh, nu was voor de brand. En uh, langzamerhand hebben we een stukje grond erbij kunnen kopen. En hebben we het sowieso de afgelopen jaren al uh, uit kunnen breiden. Ja. En ja, nu is het natuurlijk. Uh... Ik zei straks al: uh, Snuffershoe is een bekend begrip geworden in ik. Wat was het geheim achter uh, Snuffershoe? Het geheim achter Sneeuwen van Nou, ik denk toch wel het concept dat, uh, dat voor veel mensen uh, het wel heel verrassend is om uh, sowieso in een dorp zo'n mooie zaak te zien. En dat je niet alleen uh, schoenen verkoopt, maar aan de andere kant kan natuurlijk ook gewoon het, het cadeau-interieur gebeuren heel uh, goed neerzet. Mm -hmm. Dus het is voor mensen wel natuurlijk heel verrassend om uh, uh, van heinde en verre naar Schei te komen. Je zegt het was een mooie zaak, maar je wil eigenlijk nog een veel mooiere zaak gaan maken. Ja, je moet altijd uh, dromen blijven houden. Maar goed, dit is natuurlijk ontstaan uit een hele vervelende situatie. Omdat we natuurlijk afgelopen uh, oktober een uh, hele hevige brand hebben gehad in, uh, in ons pand. En uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat we ook wel eventjes de energie die we eigenlijk normaal altijd samen hadden... wel echt even kwijt waren. Maar goed, toen kwam... Uh, Was het hele interieur weg? Ja, heel, ja, in ieder geval helemaal aangetast en verwoest en vies en... Uh, Heel veel gesmolten en uh, ja, wel heel heftig. En toen is in uh, november zijn wij benaderd door onze buren met uh, ja, de mededeling dat ze eventueel hun pand uh, te koop gingen aanbieden aan ons. Delleman Bloemen bedoel je? Delman Bloemen, ja. En uh, nou, toen zijn wij eens, uh, heel erg serieus uh, gaan praten van alle kanten. En uh, dat heeft geresulteerd tot de verkoop eind januari. En uh, daardoor konden wij mm -hmm. natuurlijk ons concept helemaal ja. goed neer gaan zetten. En ik moet zeggen, dat, do, door, het, uh, ja, door het aanbod van, uh, van Dellemann is bij ons ook wel weer helemaal de energie terug die we echt even kwijt waren. En uh, ja, hadden we ook weer zoiets van pot Nou kunnen we weer echt plannen gaan maken. En dan nou kun je ook echt heel verrassend weer terug gaan komen. Hè? Want je bent toch dadelijk een hele tijd ook uh, gesloten geweest. Dus Delman's enkel feit: een beetje geluk en ongeluk geweest. Want dat hadden jullie gedaan als Dellemans het pand niet verkocht had. Nou, ik denk zeker. Ik denk dat, dat er echt een geluk bij een ongeluk is geweest. Daardoor is bij ons ook wel weer de zon gaan schijnen. Zo van Yes, nou, uh, mm. nou kunnen we er weer tegenaan. En nou krijg je ook gewoon weer meer ruimtes, waardoor je het concept nog verder uit kunt uh, breiden. en uh, Dus wij zijn toen gaan zoeken naar uh, uh, ja, eigenlijk wat dicht bij het oude snuff en shoelag. En, en ja, bloemenplant is natuurlijk ook een verrijking van het uh, snufgedeelte. Mm. En een stukje horeca uh, vinden wij er gewoon ook helemaal bij passen. Dus het, er komt een, uh, een ijscafé uh, met lekkere koffie, uh, thee, uh, verrassende hapjes, chocolaterie uh, komt er ook bij. En, en het stuk bloemen en planten gaan wij uh, uh, brengen in onze winkel en toevoegen in het, uh, ja. in het pand ervan. Er ja. wordt ontzettend snel gebouwd. Waarom zo snel? Omdat wij. Uh, Eind augustus echt open willen. Omdat wij natuurlijk al een hele grote voorraad schoenen hebben ingekocht. Die wij straks natuurlijk in het najaar willen gaan verkopen. Ja, ik zie vaak wel eens het programma Ik Vertrek. Maar voor jullie geldt dat niet. Jullie zeggen wij blijven. Wij blijven absoluut. We zijn heel blij in Schaik. Dus uh, er niet aan denken. Ik wens jullie veel succes. Nou, dankjewel. Je bent van harte welkom in ieder geval. Eind augustus. De wederopbouw van Snuffershoe. Uh, ja, wij zijn hierbij betrokken geraakt nadat ja, de brand heeft plaatsgevonden. In samenspraak met uh, de opdrachtgevers Erwin en Marleen hebben we met, het, uh, met elkaar om tafel gezeten ja, hoe nu verder. Er zijn verschillende dingen aan bod gekomen en uh, de revue gepasseerd van ja, wat kunnen we nu doen en wat, wat is nou de beste oplossing. En Die oplossing is eigenlijk op de weg gekomen doordat uh, Delleman uh, te koop kwam. Nou, daar hebben we een onderzoek nagedaan gedaan met elkaar van, en een ideevorming proberen op te zetten van nou, waar zouden we op die locatie kunnen. Uiteraard gaat het ook over uh, budget: uh, wat kan er? Is het haalbaar? Is het uh, verstandig om te doen? Uh, hoe gaat de winkel eruit uh, zien? Waar zou eventueel een aanvulling kunnen zijn op de winkel? Dus we hebben eigenlijk gewoon uh, ja, avonden bij elkaar gezeten en gebrainstormd gestormd en bedacht van nou, waar zijn nou de, de opties. Uiteindelijk is daar de aannemer Peter Peters bij gekomen in, uh, in een bouwteamverband. ...hebben we gewoon gekeken van nou, hoe is de staat van Delleman, past daar jullie ideeën in? En daar is ja, eigenlijk na uh, enkele weken naar voren gekomen dat het toch verstandig is... ...daar vanuit een groter uh, beeld gaan denken. En ja, zodoende is het er een uh, totale nieuwbouw gekomen. Nou, wij zijn als gemeente heel blij dat we hier uh... Toch in ieder geval uh, aan de voet staan zeg maar, van een nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Hè, waarvan we een half jaar geleden maar moesten afwachten van nou, wat, wat gaat hier nou gebeuren naar, uh, naar die dramatische brand. Uh, nou, er is heel wat aan vooraf gegaan. Ook uh, locatiekeuzes en uh, hoe gaat het nou. nou ja, ik denk dat ik namens de gemeente wel kan zeggen dat, uh, dat het net was alsof er een puzzel in elkaar viel. Hè. We zijn natuurlijk met, met ontwikkeling met het centerplan uh, hier bezig hierachter. Misschien heeft het ook nog wel meegespeeld in, in, de, in de reden waarom het nu is zoals het nou is. Maar in ieder geval... Uh, ja, ik denk dat namens de gemeente kunnen wij zeggen dat we heel blij zijn dat deze ondernemer, deze succesvolle ondernemer en ondernemster, echt hebben gekozen om hier uit te gaan breiden.